Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En in de vorige aflevering hebben we behoorlijk weer wat voor elkaar gekregen. We hebben weer 3 shipparts te pakken gekregen. En in deze aflevering gaan we iets speciaals doen, want we gaan namelijk de laatste shipparts gaan we pakken. In de vorige aflevering hebben we 20 gele Pikmin onder de grond gelaten. Dus ik neem aan dat die 20 Pikmin nog goed zijn. Tot we daar dus zeg maar weinig problemen mee gaan hebben en dan eventjes die shipart op te nemen. Of mee te nemen, waarom ook niet, dat is net zo makkelijk. Dus ja, dat lijkt me best om in deze aflevering te gaan doen. En in deze aflevering, ik denk dat het namelijk nogal aan de korte kant zou zijn, denk ik dat ik de laatste 2 secret bosses ga pakken. Nou, omdat we dus zeg maar nog steeds in de Distant Spring zitten, hebben we dus geen vijanden waar we ons zorgen over hoeven te maken. Dus, ja, er is nog 1 gevaarlijke vijand vooruit. Er is nog een hele gevaarlijke vijand. Ik heb het er al eerder over gehad dat er dus nog 1 hele gevaarlijke vijand zit in de Distant Spring. Die is er maar tot en met dag 15. Dus het komt perfect uit dat we zeg maar hier nou op dag 14 zitten. En wat we dus gaan doen is, we gaan eerst even deze 20 gele Pikmin plukken. Dit is de enige manier om gele Pikmin hier te krijgen. Dus zeker handig om dat te weten. Want we hebben daar namelijk een shipart daar nog bovenop liggen. En de enige manier om bij die shipart te komen is met gele Pikmin. Nou, zoals we allemaal weten, gele Pikmin kunnen niet tegen water. Dus op het moment dat wij dus zeg maar onze Pikmin daar naartoe gooien, de enige manier om dus zeg maar Pikmin geel te krijgen, dat is via die bloem die we dus zelf gebruikt hebben. En zo willen we dus zeg maar de Pikmin daar naartoe brengen. Zorg er wel voor dat je geen Pikmin laat vallen. Want op het moment dat je 1 Pikmin zeg maar in het water laat vallen en die verdrinkt, dan werkt dit niet meer. Want echt, we hebben hier precies 20 Pikmin voor nodig. Dus wil je aan de safe side zijn, dan kun je ook altijd zeggen van, nou weet je wat, ik neem voor de zekerheid 25 Pikmin mee. Ik bedoel, het is niet echt verplicht om maar precies 20 Pikmin mee te nemen. Het is echt de bedoeling zeg maar dat je 20 Pikmin meeneemt. Nou, om ze weer door het water heen te kunnen gaan, moeten we ze weer eventjes transformeren in blauwe Pikmin. Nog eentje. Nog eentje. Dank je. En mijn telefoon die gaat. Leuk joh. Oké, nou. Ik heb echt moeite. Ik heb mic-problemen. Oké, daar kom. Hoppakee. Nou, ondertussen dat ze dus zeg maar nou die andere 10 ook neerzetten. Dit kost ook geen Pikmin. Dit gaat ook niet. Volgens mij telt het ook nog niet eens als Pikmin gesprout. Dus dit verandert je totaal niet. Totaal niet. Ja, iets in die trend. Maar goed, als we dus zeg maar de blauwe Pikmin hebben, dan kunnen we dus zeg maar die shipart gaan pakken. En als ik me niet vergis, kunnen ze gewoon rechtstreeks. I have found my Kronos reactor using strange new technology. This machine is able to warp the space-time continuum and turn it into energy. I am constantly amazed at how many mysteries are locked inside parts of my ship. Serieus, misschien moet je eens een keer die handleiding lezen waar je het de vorige keer over had. Maar goed, je wilt dus zeg maar die 20 Pikmin, die wil je dus die shipart mee laten nemen. En voor de rest is er hier dus helemaal niks meer te doen in de Distant Spring als alleen maar een baas te verslaan. Wat eigenlijk gezien wordt als de moeilijkste baas van de Pikmin-series. Deze baas die is namelijk heel erg gevaarlijk en ik heb al gezegd Smoky Prog, zo heet dat, Krang. Letterlijk en figuurlijk. Die willen wij dus zeg maar echt, die willen wij gewoon echt, we gaan hem gewoon proberen, laat ik het zo zeggen. Nogmaals, het is niet verplicht om dit spel te gaan, het is niet verplicht om deze baas te verslaan, deze baas is zeg maar, hij is er altijd, de eerste 15 dagen in de Distant Spring. En de enigste benefit die je eigenlijk krijgt, dus het enigste goede wat je daarvan kan krijgen, dat is zeg maar het item wat hij dropt, zeg maar, dat geeft 100 Pikmin. Dat is het enigste wat hij, zeg maar, doet. Dus het heeft helemaal geen effect op een goed einde, slecht einde, super slecht einde, super goed einde. Je hebt maar 3 eindes, maakt niet uit. Maar, het is gewoon eigenlijk een beetje, hij is een beetje pointless, laat ik het daarop houden. Dus je kunt hem verslaan. Je kunt hem verslaan. Mijn telefoon die heeft er zin in vandaag. En door hem dus te verslaan, kun je gewoon laten zien hoe goed dat je bent de Pikmin. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer, ik weet ook niet meer zeg. Nou, we wachten heel eventjes tot die blauwe hier even elkaar aankomen. Dus dit wordt een van de eerste knips die ik ga doen, omdat ja, hun moeten gewoon de part van daar naar hier brengen. En dat duurt heel eventjes. En omdat ik er ook nog 2 secret bosses bij wil gooien, want ja, we gaan ook nog heel eventjes terug naar de impact site op een even dag. Wat dus zeg maar niet geregistreerd gaat worden, want dit moet wel geregistreerd worden, omdat we hebben hier nog een shipart nodig en we hebben nog zoveel tijd over tot we zeker die bossen kunnen doen. Maar ja, we hebben nog veel tijd te doen, dus ik knip heel eventjes naar voren. Ik ga hem pakken. Ik ga mijn eigen lezing. Dat komt eindelijk aan, zeg. Dat duurt ook voor eeuwig. Maar ik heb heel eventjes nog even na zitten te denken. En als ik me niet vergis, is het niet echt slim om 80 Red Pikmin mee te nemen.
ik denk dat 30 eigenlijk meer. Maar hoe meer dat je erbij hebt, hoe meer dat je daar namelijk kwijt kan raken. Geloof mij maar. En dit is namelijk iets van de derde tank die ik dan probeer met deze baas. Het is niet echt leuk als je al je Pikmin in één keer uitgewiped worden door een baas. En ja, ik bedoel, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik het goed laat zien hoe dat je hem aan wil pakken. En niet dat ik het de verkeerde manier laat zien. Dus vandaar, nou, als jullie nou eens heel eventjes op kunnen schieten. Want echt, we hebben ongeveer maar 5 van die blauwe Pikmin nodig. Gaan we meer Pikmin gebruiken dan, hoe meer risico dat we eigenlijk hebben om meer Pikmin kwijt te raken. Maar goed. We hebben eindelijk onze shipport. Shipfort. Oké. Chronos Reactor. This reactor changes permutations in the space-time continuum into pure energy. Basically, it's like a big rubber band. I have now recovered 29 parts. That means one thing. Yay. We kunnen naar het laatste gebied. Yay. Dat is alleen maar fijn. Nou, dan kunnen we onze Pikmin dus heel eventjes oproepen. En dan wil ik dus zeg maar de 15 wil ik ervan eventjes terug veilig in hun onion hebben. En de andere 15 nemen we dus zeg maar mee naar het ei. En ik moet eerlijk zeggen, ik had een reactie binnengekregen over het patroon zeg maar wat hier op de grond staat. Het lijkt op een Triforce als je het mij vraagt. Oké, okay, nou, bij mij is alles een Triforce. Ik ben dezelfde player, wat verwacht je anders? Maar goed, we willen dus naar het ei toe. En dan denk je bij je eigen, ja maar 5 Pikmin, weet je zeker dat dat genoeg is? Nou, het leuke is, 1 Pikmin kan al zelfs eigenlijk dat ei openen. Maar ik wil, de ene keer gaat het snel, de andere keer gaat het langzaam. Dus er zit heel veel variatie in. Je hoeft hem niet echt veel te damagen, want het ei gaat echt wel open. Geloof mij maar. Dus volgens mij is het zelfs al tot het open gaat op het moment dat jij te dichtbij in de buurt komt of zo. Hallo. Want dat leefballetje daar, dat is niet accurate, toch? Oh, ik zag hem wiggelen. Gaat hij open? Ja, hij gaat open. Oh boy. Run! Dit is de Prog Frog of de Proggy Frog of de Smoke Prog of hoe dat hij ook heet. Smoke Prog dacht ik. Maakt niet uit. Oké, onze 5 Pikmin die we bij ons hebben, die willen we zo snel mogelijk terug in de Union gooien. Want ja, blauwe Pikmin die zijn niet zo sterk als rode Pikmin. En hebben het voordeel dat ze onder water kunnen. Dus zo snel mogelijk die terug plaatsen. Want het eerste wat de Smoke Prog probeert, is dus zeg maar naar jouw basis toe te komen. Nou. Dat wordt ook zijn enigste zwakte, want op het moment dat we hem nu gaan proberen aan te vallen, je wil hem niet swarmen, je wil geen Pikmin naar hem toe gooien. Op het moment dat je Pikmin naar hem toe gooit, dan ben je je Pikmin zo kwijt. En oké, alle Pikmin die veilig in de onion zitten, blijven veilig in de onion. Pikmin die dus zeg maar onder de grond gesprouwd zijn, die gaat hij met een brul, kan die dus zeg maar in één keer wakker schudden. En wat we willen doen is, we willen dus heel dicht bij hem gaan staan en willen we Pikmin naar hem toe gooien. Op deze manier. Dan willen we... Oh jeez! Dat was niet mijn bedoeling. Je hoorde nog niet naar voren te lopen. Kun je alsjeblieft eventjes onder die rode vandaan gaan. Want echt met 17 of 16 Pikmin, ik weet niet. Want mijn counter is weer geglitcht. Oh, je blijft daar nou gewoon hangen, hè. Gelukt, viool. Oh, jeez. Doe dat nou eens niet, man. Oké, nou als we hem eventjes weg kunnen krijgen bij onze onion, dan kunnen we dus zeg maar hem aan... Hij blijft daar gewoon nou zitten, hè? Kom op, nou, dan vallen we hem gewoon aan met de paar die we hebben. Oh, jeez. Ken ik? Nee, ik ken nou geen extra rode Pikmin oproepen. Stom beest, ga er nou eens weg. En dan nou eens weg. Ik ga het gewoon proberen. Dit is een dumb idee. Pikmin die we oproepen. Oké. Okay. Ja, we hebben zijn aandacht weer. Oké. Okay. Nou ga je er wel weg, hè? Stom stinkbeest. Oké, dus we zijn bijna 30 Pikmin aan hem kwijtgeraakt. Op zich is dat niet echt veel hoor. Als je nagaat dat één keer zijn. Als hij één keer zeg maar over je Pikmin heen op walst, dat hij gewoon in één keer een hele battalion van 100 Pikmin dood kan maken, dan is het echt gevaarlijk. Oké, nou. En aantekken, tekken, 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 tekken. Aan blijven vallen. Oké, en rennen. Dan gaat hij weer lopen of iets. Dan staat hij stil. Laat je niet bedriegen door dat beest. Hier, zie je hem wel. Wist dat hij dat ging doen.
Oké, nou, ga nog eens eventjes vastzitten in een van onze unions. Ja, het schip, daar kun jij niks mee. Je kunt niks met het schip, dus probeer er ook niks mee. Oké, nou, ik wil dat hij vast komt te zitten. Gaat hij daar bij de rode? Gaat hij weer bij rood zitten? Brul! Het is gewoon een brulsmurf. Oké, tik. Nee, jeez! Kom op, we hebben hem bijna. Hij is verslagen! Oh, dat doet... Oh, dat is goed, dat is goed. En we hebben 27 van de 23 Pikmin. Wait, what? Goed, op het moment dat je hem verslagen hebt... Jeetje, ik haat dat baas. Ga ik even iets leuks doen. Ik ga ervoor zorgen dat wij nog maar 3 Pikmin in onze inventory hebben. Dus 3 Pikmin. Hij zei dat ik er 27... Ik snap er ook helemaal niks meer van. Nou zegt hij dat ik er nog 6 heb. Nu zegt hij dat ik er 4 van de 8 heb. Of 8 van de 4. Ik snap er helemaal niks meer van. Wat we willen doen is, we willen gewoon 3 Pikmin. Die willen we dat ding geven. De rest van de Pikmin... Die doen we hier terug in laten stoppen. En... één zo'n gouden parel... Sprout 100 Pikmin. Zie dit. Het vuurwerk. Jee! Kijk naar hoeveel lief Pikmin dat er weer zijn. Oh. Ik bedoel, we zijn er iets van 30 hooguit kwijtgeraakt. Zoiets, denk ik. Hooguit 35. Maar je krijgt er dus 100 Pikmin voor terug. En daarom, het is een hele gevaarlijke baas. Maar als je hem weet... Ik heb mensen gezien. Die hebben gewoon runs gedaan. Tot ze dus zeg maar geen Pikmin kwijtraken. Dat is gewoon ongelooflijk. Ik heb het echt... Ik zou het niet voor elkaar hebben gekregen. Echt, dat vind ik gewoon knap. Ik bedoel, ik heb echt playthroughs gehad. Tot ik ook wel eens een keer minder Pikmin kwijt ben geraakt. Noem maar op. En dan weer meer. Maar ja, net zoals deze... De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het niet goed. Dus ik heb hier ook multiple takes op moeten nemen om het dan zeg maar tevreden te kunnen zijn met het resultaat. Om dat natuurlijk aan jullie ook te kunnen laten zien wat de beste strategie is om hem dus te verslaan. En geloof me, je moet hem echt een paar keer zeg maar oefenen voordat je dus zeg maar echt denkt van ja en nou kan ik hem verslaan. Nou, ondertussen dat we dus al deze... ons leger des leaves. Je hebt leger des hels, dit is leger des leaves. En nou is er nog één grapje wat ik jullie nog niet heb laten zien. Ik ga eerst even kijken of er nog ergens wat gras in de buurt is. Dat ik deze ook even wat nectar kan geven. Want dan hebben we extra flower Pikmin. Wat alleen maar goed zou zijn. Dus eens even kijken. Ik zag... Volgens mij hebben we hier nog een beetje gras, of niet? Is daar gras? Daar hebben we nog een beetje gras. Nou, geef wat nectar. Dan kunnen we nog een leuk grapje laten zien voordat deze dag is geëindigd. Wat ik namelijk wil laten zien... Ah, nectar, mooi. Is op het moment dat jij op de GameCube zeg maar speelt... en je houdt het speltje beneden van de D-pad lang ingedrukt... dan zullen je dus zeg maar neervallen en dan dragen de Pikmin jou naar een onion. Maar doe je dat zeg maar op de 2, op de Wii-versie... dan zullen je Pikmin jou ook gaan dragen. Dit is echt leuk. En die dragen jou dan naar een onion... Yay! En je krijgt... extra vuurwerk! Yay! Nou, dat was heel erg leuk. Nou, we hebben hier niks meer verder te doen, dus we gaan gewoon... Huppakee, naar Sunset toe. Go to Sunset, yes! Nou, hebben ze toch al 100 een bloemvorm gekregen, dat is alleen maar mooi. Goed! 14 days since impact. At last, but a single part remains. Since I've recovered 29 of the missing parts, the dolphin's power is near capacity. In the forest depths below, I see a region where the final part must lie. Clearly, this is my final trial. My life support fails in 16 days. Courage! En we zijn... Oh, 26! Hebben we nog niet slecht gedaan? Ik bedoel, vergeet niet, we hebben de proggy... Smoke Prog, zo heet dat gekke beest. Hebben we dus zeg maar verslagen. En je ziet dus echt inderdaad een hele kleine downfall en weer een hoogval. En je ziet dus ook bij geel zeg maar dat er dus zeg maar heel veel gele weer weg zijn gegaan en heel veel blauwe witte. Dat heeft dus te maken met die kleurconverter plant dinges waar ik het dus over had. Nou, we slaan dit op. En dan zien wij...
Tot we dus een extra plek hebben, namelijk de Final Trial. En het leuke is dus, als je dus zeg maar alle 29 parts hebt, dan zie je dus zeg maar op de achtergrond allemaal vallende sterren. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar hier op de achtergrond zie je nou dus ik weet niet hoeveel vallende sterren. We gaan nu nog niet naar de Final Trial, dat doen we dus zeg maar in de late aflevering van morgen. Maar er is nog even één ding wat ik jullie wil laten zien. Dus wat ik ga doen is return to the title screen. En zoals jullie weten, ik heb een backup file, altijd just in case, mocht er iets fout gaan, met de opnames, tot ik dus zeg maar een backup file heb. Dus dan gaan wij heel eventjes terug naar dag 14, geloof ik, dat het was hier. Dag 11. Ah, ik moet er even dag 12 van maken. Want ik heb jullie namelijk beloofd dat ik ook nog de andere hidden boss zou laten zien, die zeg maar appeert op de impact site. Nou, ik heb jullie al die ene boss laten zien van de impact site op het moment dat je daar dus komt. Dat je daar zeg maar de blauwe beest ziet. Die is best wel gevaarlijk. Maar een beest wat zeg maar op dag 12 komt, is niet zo gevaarlijk. Maar dat zullen jullie wel zien. Dus editor, zorg ik even tot de dag 12 is. Zo, en dat we dat nou gedaan hebben, dat is alleen maar beter. Oké, dus het is nu hier dag 12. Wat jullie dus zeg maar zien, dit is niet de actuele let's play, nogmaals. Dit is echt alleen maar om te laten zien, zeg maar, die hidden boss die er dus bij zit. Maar goed, we gaan dus naar de impact site. Jee. Spannend. Moet altijd even inladen, dat weten we ondertussen wel. Oké, nou, en als we dan zeg maar op een even dag bij de impact site zijn. Ik weet niet waarom, maar op een of andere vage manier hebben ze dus zeg maar besloten dat die twee hidden bosses zeg maar hier mogen verschijnen op het moment dat ze dus zeg maar, dat je dus zeg maar, ik weet niet waarom dat ze ik snap echt niet waarom dat ze dat in zeg maar als een boss voor een item of zo hebben gedaan. Al moet ik zeggen dat deze boss, nou ja, het is niet echt een boss, het is meer een lachertje. We hebben dus zeg maar de smoke prog hebben we verslagen en oh mijn god, een flint beetle. Ik haat flint beetles. Maar die hebben we dus verslagen. En als je dus dacht dat smoke prog erg was, wij gaan nu naar de, ja, ouders of ouder van de smoke prog. Ja. De smoke prog was maar een kindje. Dat was de babby. Dat was een baby. Dat was het babytje van het beest wat we nu gaan verslaan. Oh, jongens, dat wordt gevaarlijk, dat wordt gevaarlijk. Hier hebben we hem. Het is, ik ben je naam eventjes kwijt, want zo erg boeiend ben je namelijk niet. Dit is de moeder van de smoke prog. Helemaal versteend. Het enige wat hij gaat doen is je Pikmin proberen, zeg maar, in de grond te slaan. En heb je dus, zeg maar, lief Pikmin. Als hij ze zeg maar in de grond slaat, worden het automatisch Flower Pikmin. Dus die moordlustige kikkerbaby verandert in een harmless. Oh ja, hij kan alleen Olimar verslaan. Maar hij verandert dus zeg maar in een harmless beest. Dat is praktisch eigenlijk alles wat hij doet. Hij verandert niet in een gevaarlijk beest of iets. Hij verandert je Pikmin allemaal in Flower Pikmin. Het enige die hij schade kan doen is Olimar. En voor de rest doet hij helemaal niks. What a wuss. En voor measurements, zoals altijd, wat krijg je ervoor als je hem terugbrengt naar je base? Nou ja, we moeten eerst heel eventjes deze Pikmin heel eventjes allemaal plukken, zoals altijd. En het leuke is, ze zijn dus allemaal flauwe Pikmin ook nog eens een keer geworden. Dus ja, nogmaals, dit is niet een actuele progress van de Let's Play. Dat is dus zeg maar save file 1 waar ik jullie heb laten zien. Zeg maar. Het is een beetje achter de schermen. Maar het is namelijk heel erg belangrijk om jullie ook te laten zien wat er nog meer in het spel zit. En het heeft niks met de storyline te maken. Maar ja, ze zijn er wel en daarom laat ik het ook zien. Dus nou jongens, breng jullie dit eventjes naar de onion toe. En dan kunnen we eventjes kijken hoeveel Pikmin dat we te krijgen. We hebben 50 Pikmin. Zou wel eigenlijk een beetje een voordeel zijn van de glitch. Dat je niet zomaar in één keer random Pikmin verdwijnt. Oké, nou. Hier moeten we wezen. Anders draag mij. Oké, nee, die grap hebben we al gehad. Oké, nou. Hoeveel Pikmin krijgen we van de Grand Prog Moeders Vader, weet ik van wat het is. De Smoke Prog. Ik weet niet waarom ik hem ook kan doen. 15 Pikmin. Hoera, hoera. Wat enthousiast. Nou, ik ga gewoon van continue van Free Save File. Want zoals ik al zei, dit is niet echt heel erg story, talent en noem het maar op. Nou, na de Smokey the Frog. Bleh, ik kan echt die naam niet uitspreken. Zoals je nu ziet, geen vallende sterren meer. Omdat we dus zeg maar, het is alleen maar op het moment dat deze verschijnt dat je de vallende sterren ziet. Maar dit is dus de final trial in de volgende aflevering. Morgen, de laatste aflevering van Pikmin. Ik weet het is een kort project geweest, maar 3 weken. Maar ja, het is een heel leuk avontuur geweest. En morgen gaan we eens kijken wat we kunnen doen in de final trial. Ik zie jullie dan. Bedankt voor het kijken en tot dan.
Doei!